In de voorgaande video heb je kunnen leren over het demografisch transitiemodel, de verschillende fasen van bevolkingsgroei waar een land doorheen kan gaan. Nederland is een rijk land dat je in fase 4 of zelfs 5 in kan delen. En dat wil zeggen, er worden in ons land nog maar weinig kinderen geboren, terwijl de levensverwachting steeds hoger wordt. Wat voor gevolgen heeft dat? Nou, dat leren we in deze video. Als er in een land meer mensen sterven dan er in totaal bijkomen, dan is er sprake van een bevolkingsafname en dat noemen we ook wel bevolkingskrimp. Er zijn twee verschijnselen die daar veel mee te maken hebben. Vergrijzing. Als het percentage mensen ouder dan 65 jaar steeds groter wordt, is er sprake van vergrijzing. Dit heeft veel te maken met het feit dat mensen steeds langer leven. En daarnaast is er ontgroening. En dat is de afname van het percentage mensen dat jonger is dan 20 jaar. Ontgroening heeft dus te maken met een laag geboortecijfer. In Nederland is er sprake van zowel vergrijzing als ontgroening. Het aandeel mensen van 65 plus in de bevolking is best hoog. Ongeveer 20% van alle Nederlanders is 65 jaar of ouder. En veel van deze mensen werken niet meer, maar die krijgen AOW en een pensioen uitgekeerd. En een deel daarvan moet betaald worden uit belastingen, die voornamelijk worden afgedragen door werkende mensen. Met de groep werkenden bedoelen we meestal leeftijden van 20 tot en met 65. En hoe meer ouderen ten opzichte van een aantal werkenden, hoe groter de druk op de werkenden om te zorgen dat de ouderen voldoende geld krijgen. De verhouding tussen de werkenden en de twee groepen niet-werkenden, dus jongeren en ouderen, dat noemen we de demografische druk. En hoe groter de groep niet-werkenden, hoe groter de druk wordt op de groep werkenden. Je kan uitrekenen hoe groot die druk is met het volgende sommetje. Het aantal niet-werkenden gedeeld door het aantal werkenden keer 100%. Als de uitkomst 100% is, moet elke werkende ook voor één niet-werkende geld verdienen. En hoe hoger het percentage, hoe hoger de druk. Je kan ook alleen uitrekenen hoeveel druk de jongeren hebben op de werkenden of alleen de ouderen. Je hebt het dan over de groene druk of over de grijze druk. Goed, wat heb je geleerd in deze video? Als het goed is, kan je nu uitleggen wat de begrippen vergrijzing en ontgroening betekenen. Je kan uitleggen wat demografische druk is. Je kan met behulp van gegeven informatie de demografische druk berekenen. En je kan uitleggen wat groene en grijze druk zijn.